Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. De bijdrage van vandaag gaat over zogenaamd cold reading. Dit is een deels herschreven tekst die ik zelf in 2012 geschreven heb. Hij is onderdeel van een reeks teksten die ik over social engineering wil gaan maken. Social engineering is onderdeel van wat hackers doen. Dat hacken bestaat niet alleen uit computers kraken. Het bestaat ook uit mensen via slimme trucs, bijvoorbeeld babbeltrucs, een wachtwoord te ontfutselen of om ze zover te krijgen dat ze je ergens toegang geven. Zoals ik eerder al opmerkte, elke truc of elke uitvinding kun je zowel goed als slecht gebruiken. De tools die je hiervoor gebruikt kunnen bijvoorbeeld trucs zijn die bijvoorbeeld ook voor oplichting gebruikt worden. In het Engels heette dat soort oplichtingstrucs confidence tricks. En dat is inderdaad wat het is. Je probeert mensen jouw vertrouwen te laten geven. Je zoveel vertrouwen te geven dat ze jou hun bezittingen of hun geld toevertrouwen. Of dat ze jou simpelweg het vertrouwen schenken, zoals in deze bijdrage aan de orde komt. Cold reading is een techniek die door goochelaars en illusionisten vaak gebruikt worden om zogenaamd dingen te kunnen voorspellen. De techniek wordt ook wetenschappelijk bewezen gebruikt door tv-persoonlijkheden als een jaar of 15 geleden Derek Ogilvie en het medium Char. Ook wordt de techniek vaak ingezet in het kader van verkoopgesprekken en natuurlijk ook bij oplichting. Hoe gaat dat cold reading nou in zijn werk en kan iedereen dat leren? Op de eerste vraag ga ik verderop nog in. En ja, de meeste mensen met een beetje gezond verstand en enig invoelingsvermogen kunnen leren om cold reading technieken te gebruiken. Er zijn ook natuurtalenten die de methode als het ware al in zich hebben. In een deel van die gevallen zelfs zonder het zelf te beseffen. Het doel van cold reading is om zonder daadwerkelijk vooraf iets van een gesprekspartner te weten, de indruk te wekken dat je wel iets of zelfs heel veel over die persoon weet. Belangrijk voor cold reading is dat je gaandeweg bovenal uitzoekt wat je gesprekspartner graag wil horen en hem of haar zoveel mogelijk vertelt wat deze persoon wil horen. Met vleierij kom je al een heel eind, zeg maar. Vanzelfsprekend is het belangrijk dat de gesprekspartner vooral in het begin veel aan het woord komt. En eigenlijk is dat sowieso een belangrijke lijn. Als de gesprekspartner aan het woord is, kom je meer te weten en bovendien maak je zelf geen missers, zolang jouw eigen gebrek aan interactie natuurlijk niet gaat opvallen. Hoe meer iemand vertelt, hoe meer je weet. En als je veel weet, kun je hieraan ook onverwachte conclusies verbinden. Een cold reader houdt daarbij de eigen uitspraken zoveel mogelijk vaag. Een cold reader stelt bovendien vooral veel vragen. Hoe meer in de vragende vorm gesteld, hoe kleiner de kans dat je op een verwijtbare fout betrapt kunt worden. Het ligt voor de hand om bijzonder goed op te letten. Zijn er kleine onbewuste knikjes of andere signalen waarin je kunt weten of je je pijlen op het juiste onderwerp richt? Ook aan iemands veranderende blik kun je veel te weten komen over hetgeen besproken wordt. Wat bijzonder goed werkt, met name bij een wat meer lichtgelovige gesprekspartner, is zeggen dat je iets wat net verteld werd vanzelfsprekend al wist. Andere belangrijke zaken zie je meteen al bij de eerste kennismaking met een gesprekspartner. Vaak kun je veel informatie al krijgen door te letten op kleding, haardracht, lichaamshouding, accent, sieraden, etc. Door vooral dubbelzinnige vragen te stellen kun je de uitkomsten van nog in een gewenste richting buigen. Vraag bijvoorbeeld, je rijdt nog niet in een Volkswagen? Wanneer je als medium dan een ontkennend antwoord krijgt en iemand rijdt in een Renault, zeg je, zie je wel, ik dacht je bent niet het type voor een Duitse auto. Maar wanneer iemand het antwoord bevestigt, zeg je, dan klopt het toch. Ik denk al, waarom krijg ik steeds die Volkswagen van de andere wereld door? Een andere methode is om een vraag zo te stellen dat een groot aantal van de mogelijke antwoorden juist is. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat je een bepaalde letter doorkrijgt, waarna je een letter noemt die er een beetje op lijkt en zegt een W of een V. Op zo'n moment gaat de gesprekspartner beide letters vergelijken met voor- en achternaam, naam van de mensen uit de omgeving en met andere zaken. De kans is dan nagenoeg 100% dat iemand de vraag kan beantwoorden met het klopt, want... Bijzonder veel gebruikt zijn algemene uitspraken die voor erg veel mensen van toepassing zijn. Je ziet dat ook vaak in weekhoroscopen in bladen staan. En dergelijke uitspraken zijn ook bij de nachtelijke uitzendingen met bijvoorbeeld mediums heel populair. Bijvoorbeeld, u krijgt van de meeste mensen onvoldoende waardering en toch staat u altijd voor iedereen klaar. Of, u vindt het prettig om af en toe een schouderklopje te krijgen. Dat zijn uitspraken die iedereen wel weet te waarderen en voor waar houdt. Het verschijnsel dat mensen zichzelf in dat soort gemeenplaatsen herkent, wordt in de psychologie het Forer-effect genoemd. De definitie daarvan luidt ongeveer de neiging van mensen om vage en algemeen geldende uitspraken over de eigen persoon te accepteren als rake en typerende omschrijvingen, zonder zich te realiseren dat dezelfde omschrijving voor bijna iedereen opgaat.
Het verschijnsel heet het Forer-effect omdat de Amerikaanse psycholoog Bertram Forer in 1948 een persoonlijkheidstest aan zijn studenten voorlegde. Vervolgens gaf hij hen een nauwkeurige persoonlijkheidsanalyse met de mededeling dat dat de uitkomst van de persoonlijkheidstest zou zijn, waarbij hij vroeg aan de studenten om aan te geven wat volgens hen het waarheidsgehalte was van de uitslag. De studenten gaven vervolgens gemiddeld aan dat 87% van de uitslag klopte. De studenten waren totaal verbijsterd toen ze de ware toedracht hoorden. Niet alleen omdat ze te horen kregen dat ze allemaal exact dezelfde teksten als persoonlijkheidsanalyse hadden gekregen, maar ook dat Forer de tekst daarvan geheel had samengesteld met teksten uit de tijdschrifthoroscopen die hij in een nabijgelegen tijdschriftkiosk had gekocht. Enfin, zeg dus als je weer eens een zogenaamd medium hoort praten, niet dat ik het niet gezegd heb. 30 Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Vandaag beginnen we aan een nieuwe rubriek, de Ham Horoscoop. Ja, je hoort het goed. Daily Minutes heeft na een uitgebreide speurtocht een sterrenwichelaar gevonden met een achtergrond in de amateurwereld, die vanaf nu iedere dag een horoscoop voor amateurs met een bepaald sterrenbeeld zal trekken. Vandaag de horoscoop voor schorpioenamateurs. Schorpioenamateurs zijn geboren tussen 24 oktober en 22 november. Cursus verlopen harmonieus en advies, zoals je van bijvoorbeeld een ervaren mede-amateur krijgt, zal op maat gesneden blijken te zijn. Een idee over je antennesituatie moet waarschijnlijk worden herzien. Je bent bij lokale verbindingen graag gezien bij je etervrienden. Ze lijken je overal te kunnen vinden. Ga dit weekend in op uitnodigingen en verras jezelf door eens een amateurband of een modulatiesoort te kiezen waar je niet zo vaak komt. Of je nu wilt of niet, je moet je aandacht richten op die ene zaak in je amateurstation waar iets aan schort. Maak daar dus ook tijd voor vrij. Het belooft een druk en productief weekend voor je te worden, ook op het niet-amateurfront.